Eminentie, monseigneur, collega's, collega's van de Universiteit van Tilburg, studenten en vooral onze nieuwe studenten en onze dierbare relaties. Hartelijk welkom bij deze digitale opening van de TST. We ontmoeten elkaar via Zoom of misschien kijkt u wel op een heel ander moment naar deze opening. En ik hoop dat we, ondanks dat we niet bij elkaar zijn en elkaar niet echt vast kunnen houden, dat we ons toch verbonden weten met elkaar en met onze faculteit. Ik neem u mee door het programma. Eerst worden we welkom geheten en hij zal ons toespreken, onze grootkanselier kardinaal Eijk. En vervolgens neemt dan het woord professor Geert Vervaeken. Hij is onze waarnemende decaan tot en met december. En hij zal vertellen over de belangrijke thema's die ons bezighouden als TST. En ook vanaf deze plaats heet ik collega Geert Vervaeken heel erg welkom namens ons allemaal. En we hopen dat je je snel thuis gaat voelen op de TST. Ook dokter Erik Luiten, adjunct-directeur van Fontys, vertelt over alle ontwikkelingen die er op dit moment zijn. En natuurlijk vertelt hij ook over de studentenaantal. En de opening wordt afgesloten met een mini-college van professor Paul van Geest. Hij vertelt over een heel belangrijk document van Paus Franciscus. Ik wens je veel kijk- en luisterplezier toe. Ja, wie tegenwoordig theologie onderricht of theologisch onderzoek verricht of theologie studeert, die ondervindt daarbij de nodige uitdagingen. En een van de uitdagingen, dat is de postmoderne cultuur waarin we nu leven. En de Franse filosoof Lyotard heeft gezegd, het belangrijkste van die cultuur is dat het geloof ontbreekt in wat hij noemt de grote verhalen. De grote verhalen, dat zijn dan de filosofische systemen, maar ook de religies die het bestaan van een vaste, definitieve waarheid legitimeren. En dat ongeloof, dat geloof ontbreekt. Het heeft geleid tot de huidige periode van relativisme ten aanzien van de waarheid waarmee wij worden geconfronteerd. Wie voor zijn theologisch onderzoek en zijn onderricht als uitgangspunt neemt een vaste geloofswaarheden, geloofswaarheid gebaseerd op het credo, die krijgt al gauw naar zijn hoofd geslingerd dat hij een fundamentalist is. En ja, het fundamentalisme wordt dan in christelijke zin gedefinieerd als een geradicaliseerde vorm van orthodoxie met als bijbetekenis fanatisme en bekrompenheid. En in dit opzicht is de preek bijzonder lezenswaardig die Paus Benedictus de 16e heeft gehouden tijdens de missa Pro Eligendi Romano Pontefice, in 2005 in het conclaaf, waarin hij zelf tot paus werd gekozen. En hij zegt, hij stelt daarin fundamentalisme en het relativisme dat uit het modernisme voortvloeit op één lijn met elkaar. En hij stelt eigenlijk dat ze allebei een dictatoriaal karakter heeft. Het fundamentalisme sluit elke tegenspraak uit, maar dat doet ook het relativisme, dat geen enkele vaste waarheid erkent en mensen de mogelijkheid ontzegt om op basis van een vaste waarheid hun leven en hun werk in te richten. En ja, wat is dan het uiteindelijke doel? Dat is het eigen ego en de eigen verlangens. En de paus zegt dat wij als christenen een ander uiteindelijk doel hebben. En hij definieert het als volgt. Hij zegt dat is de Zoon van God, de ware mens. Hij is de maatstaf voor het echte humanisme. Een volwassen geloof is niet een geloof dat de laatste modetrends of de laatste nieuwigheid volgt, maar
dat is een rijp geloof, is diep geworteld in de vriendschap met Christus. En het is deze vriendschap die ons opent voor alles wat goed is en een criterium geeft waarmee we het ware van het onware kunnen onderscheiden en bedrog van de waarheid. En niet fundamentalisme of relativisme, maar de liefde en waarheid die samenvallen in de persoon van Christus, die zijn het uitgangspunt voor een christelijk geloof en voor een authentieke katholieke theologie. En ik hoop en bid vurig dat de vriendschap bij Christus bij alle tot stand mag komen die betrokken zijn bij de TST of de FTL en ook mag worden verdiept. En dat daardoor ook hun theologisch onderzoek, hun theologisch onderwijs en hun studie in de theologie mag worden verrijkt. En langs deze weg kunnen wij komen tot een theologie die bijdraagt aan een intellectus fidei, die geloofswaarheden bespreekbaar en plausibel maakt binnen het wetenschappelijk discours en ook het maatschappelijk debat. Naast al deze culturele uitdagingen is er ook nog een andere heel grote uitdaging, niet specifiek voor de theologische faculteit als zodanig, maar wel een echte hele grote uitdaging. En dat is uiteraard de coronaviruspandemie. Onderwijs aan groepen kon niet meer worden gegeven. Dat kon alleen online plaatsvinden. Dat zal misschien ook in de komende maanden zo blijven. Zeker als er een nieuwe golf van COVID-19 besmettingen op ons afkomt. En ook het persoonlijk contact tussen studenten onderling en van docenten en docenten is daardoor beperkt mogelijk. Zelfs deze opening van het academisch jaar van de TST en de FTL kon niet plaatsvinden zoals gepland met een eucharistieviering, met een academische zitting en met een gezellig samenzijn, maar moet ook helaas online plaatsvinden. Ja, te midden van deze uitdagingen bidden we aan het begin van dit studiejaar dat de Heer van de Oogst de hoogleraren, docenten, overige medewerkers en de studenten van TST en FHTL de genade en inspiratie geeft die zij nodig hebben om op voor kerk en samenleving vruchtbare wijze theologie te beoefenen, dan wel te bestuderen of te faciliteren. We bidden daarom in het bijzonder op voorspraak van Maria, de moeder van Christus en de moeder van de kerk. Ik wens alle hoogleraren, docenten, medewerkers en studenten van TST en FHTL Gods rijkste zegen toe voor het nieuwe studiejaar dat nu voor ons ligt. Eminentie, gewaardeerde gasten in al uw hoedanigheden en functies, collega's en studenten. Mijn naam is Geert Vervaeke en ik heb het genoegen om jullie deze namiddag bij de opening van het academiejaar 2020-2021 toe te spreken als waarnemend decaan van onze mooie faculteit Katholieke Theologie van Tilburg University. Om te beginnen hou ik eraan om van ganser harte professor Dr. Marcel Sarot te danken die gedurende 7 jaar onze faculteit als decaan in goede banen heeft geleid, met een heel grote inzet. Ik ken collega Sarot inmiddels ruim 3 jaar als collega-decaan en waardeer hem voor zijn eruditie, zijn grondigheid en zijn warme hart voor deze faculteit en onze universiteit. Later op de maand zullen we deze dankbaarheid nog eens kunnen uiten bij een speciaal daartoe georganiseerde ontmoeting. Bij de start van het jaar en het begin van mijn tijdelijk mandaat is het belangrijk om even kort de geest van waaruit we zullen werken en de belangrijkste werkpunten op korte termijn met jullie te delen. Ik nam onlangs kennis van de Veritatis Gaudium, de vreugde van de waarheid, van de hand van Paus Franciscus,
En daarin vond ik de essentie van de geest waarin ik met jullie, partners, collega's en studenten wil werken. Centraal voor mij daarin is de dialoog. Niet enkel als een tactisch instrument, maar als een intrinsieke voorwaarde om gemeenschap te kunnen vormen. En in gemeenschap de vreugde van de waarheid te kunnen ervaren en de betekenis en praktische implicaties ervan te kunnen waarderen. Ik zal ook mijn best doen om u echt te ontmoeten en samenwerking binnen onze faculteit te faciliteren. We hebben een unieke rol te vervullen, wetenschappelijk en in zaken onderwijs, binnen onze universiteit, maar ook binnen en voor de katholieke kerk in Nederland en internationaal, waardoor het belangrijk is om ons netwerk ook buiten de universiteit met andere instellingen zoals de onze verder te ontwikkelen en alleszins goed te onderhouden. Voor wat de taken betreft die de komende maanden onze aandacht zullen vragen, wil ik benadrukken dat we voor eerst met zorg op zoek gaan naar een nieuwe decaan herder voor onze faculteit. Ik heb er vertrouwen in dat dit goed zal lukken. Verder zullen we het komende academiejaar samenwerken aan het optimaliseren van ons onderwijs en ons onderzoek. Ik breng graag de volgende speerpunten onder de aandacht. Voor wat onderwijs betreft ben ik in ieder geval heel erg blij om samen met jullie te kunnen constateren dat we goed en positief geëvalueerd zijn door een externe visitatiecommissie. Daar mogen we echt blij en trots voor zijn. Dank voor de inzet van velen om dit te realiseren. Maar naar aanleiding van die visitatie hebben we natuurlijk toch een aantal werkpunten bepaald om nog verder de kwaliteit van onze opleidingen te verbeteren. Thema's waarin we prioritair zullen investeren zijn karaktervorming, contact met het werkveld, de professionalisering van onze stages, de internationalisering en diversiteit. Per thema zal een subcommissie worden ingesteld om aanbevelingen uit te werken en verbetervoorstellen aan het MT, aan het managementteam van de faculteit, te doen, waarna we ze uiteraard ook in de faculteitsraad zullen bespreken. We zullen bovendien verder werken aan het uitbreiden van ons onderwijsportfolio, ten einde ons onderwijsaanbod nog te optimaliseren. Daartoe zullen we het proces van incorporatie van theologische hogeschoolopleidingen verder zetten en wordt een meer intensieve samenwerking met de Protestants Theologische Universiteit geëxploreerd. Tot slot is het aanbieden van online onderwijs door COVID-19 in een stroomversnelling terechtgekomen. De faculteit heeft dan ook beslist om te investeren in apparatuur om in ieder geval online onderwijs vanuit de collegezalen ook in Utrecht mogelijk te maken. Het biedt kansen om de lessen structureel op meerdere manieren aan te bieden en wellicht zelfs nieuwe studenten aan te trekken. Wat ook belangrijk is om te constateren, is dat good practices met veel plezier door de docenten in samenwerking ook met studenten worden uitgewisseld. En ik hoop dat we dat proces ook kunnen verder zetten het komende academiejaar. In zaken onderzoek hebben we samengevat 3 uitdagingen. 1. We zullen op een actieve wijze aansluiting verder zoeken bij het onderzoek binnen onze universiteit als geheel en wat wij vanuit onze faculteit te bieden hebben ook duidelijker kenbaar maken. We zijn er immers van overtuigd dat we met ons theologisch onderzoek het lopende en het toekomstige onderzoek kunnen versterken en uitdagen, waardoor het nog een betere bijdrage kan leveren in het verbeteren van het samenleven in onze maatschappij. Ten tweede zullen we ons ook sterker maken om tweede en derde geldstroommiddelen aan te trekken, zodat we het theologisch onderzoek verder op de kaart kunnen zetten. Om daarmee ook ten derde
onze positie als theologische faculteit in internationale context nog zichtbaarder te maken. Dit is heel wat, beste collega's, beste gasten, beste studenten, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we dit samen waar zullen kunnen maken. Ik wens jullie een heel fijn, aangenaam en vruchtbaar academiejaar toe en zie uit naar onze verdere samenwerking. Dames en heren, in mijn toespraakje aan het begin van het vorige studiejaar sloot ik af met de uitspraak dat we voor de toekomst van onze opleidingen kijken naar de TST. Die woorden hebben het afgelopen jaar gevolg gekregen. In oktober is tijdens een rondetafelgesprek vastgesteld dat er voldoende draagvlak is voor een verdere integratie van FATL met TST. Vervolgens is de afgelopen 8 maanden onder leiding van Victor Rutgers door Fontes en Tilburg University hard gewerkt om de overdracht van onze 2 bacheloropleidingen aan TST voor te bereiden. We hopen dat ergens begin van dit najaar de overdrachtsovereenkomst zal worden getekend. Dat betekent dat dit studiejaar waarschijnlijk het volledig laatste studiejaar onder Fontes-vlag wordt. Daarna zal het nodige veranderen. Maar gelukkig blijft er ook veel hetzelfde. De beide opleidingen blijven HBO-opleidingen met hetzelfde HBO-diploma. De beide opleidingen blijven gevestigd in Utrecht. En ook het team dat de opleidingen verzorgt, blijft hetzelfde. We hebben onszelf het doel gesteld dat de opleidingen, als ze worden overgedragen aan TST, kwalitatief op orde en financieel gezond zijn. Om met het laatste, de financiën, te beginnen. Het goede nieuws is dat ik opnieuw een mooie instroom van nieuwe studenten kan melden. Met 61 aanmeldingen realiseren we een groei van 10% ten opzichte van vorig jaar. Met deze aanmeldcijfers houden we ook op de lange termijn zicht op een begroting met zwarte cijfers. En wat betreft de kwaliteit hebben we de afgelopen studiejaar grote stappen gezet. Het nieuwe afstudeerjaar heeft de eerste afgestudeerden opgeleverd. En ondertussen hebben we de rest van het programma verbeterd op basis van de principes van het nieuwe jaar 4. De nieuwe studenten beginnen dan ook aan een programma met meer samenhang, een betere opbouw en met een sterkere beroepsgerichtheid. We verwachten dat het nieuwe programma in combinatie met de nieuwe periodisering bovendien veel studeerbaarder zal zijn. Al met al reden genoeg om met vertrouwen het nieuwe studiejaar tegemoet te zien. Een studiejaar dat begint onder bijzondere omstandigheden. De maanden voor de zomervakantie hebben we goede ervaring opgedaan met online lesgeven. Maar ondanks dat we daardoor zo goed als al het onderwijs hebben kunnen verzorgen, denk ik dat ik namens iedereen spreek als ik zeg dat we het directe contact met de studenten enorm gemist hebben. En daarom ben ik blij dat we de studenten en het bijzondere de nieuwe studenten het komend studiejaar weer op locatie zullen zien. Ik wens alle studenten en collega's van FHTL en TST en iedereen die bij FHTL betrokken is een heel mooi nieuw studiejaar toe. Cari amici, beste vrienden, studenten in de theologie aan de Tilburg School of Catholic Theology. Als je de kerkgeschiedenis een beetje in ogenschouw neemt, dan zie je dat er in de kerkgeschiedenis wat weinig mogelijkheden zijn geweest voor bisschoppen en een paus om met elkaar te overleggen. Je had wel synodes, maar die waren vaak regionaal in de eerste eeuwen. En je hebt ook wel concilies gehad, het Eerste Vaticaans Concilie en het Concilie van Trente. Maar over het algemeen was het zeker in de tijd van paus Pius IX, die leefde in het einde van de 19e eeuw, was het dat aan het hoofd van de kerk werkelijk de paus als plaatsbekleder van Christus op aarde zat. En bisschoppen eigenlijk maar te volgen hadden. Het meest extreme voorbeeld daarvan, of de meest extreme vrucht daarvan, is wel de afkondiging van het dogma van de pauselijke onfeilbaarheid in 1870, waarin de paus zichzelf onfeilbaar verklaarde bij het uitspreken van dogma's. Dat doen ze weinig, maar onfeilbaar was hij in een aantal opzichten. Daar kwam in de tijd van het Tweede Vaticaans Concilie verandering in. Toen, het concilie is in 1962 begonnen op verzoek
eigenlijk op het gebod van paus Johannes de 23e. Het werd voltooid door zijn opvolger paus Paulus de 6e, een man die gepokt en gemazeld was in de Romeinse curie. Had altijd op het staatssecretariaat gewerkt en daar had hij ontdekt, Gian Battista Montini, dat een kerk pas kan bestaan als mensen samen onderweg zijn en ook samen collegiaal overleg voeren. En daarom richtte hij in 1965 per decreet de bisschoppensynode op. En vanaf 1965 dus komen afgevaardigden van bisschoppenconferenties bijeen in Rome om 3 weken lang te overleggen over bepaalde thema's die de wereldkerk raken, of bepaalde theologische thema's, of bepaalde thema's die een regionale kerk raken, waarvan de paus zegt, die vind ik zo belangrijk, daar moeten afgevaardigden van de bisschoppenconferenties wereldwijd over vergaderen in Rome. En zo'n synode hebben wij aan het eind oktober 2019 in Rome gehad. Het was de synode die ging over de toestand van de kerk, de kerkprovincies, in 9 landen die samen het Amazonegebied uitmaken. En wat wij daarvan in de Nederlandse pers te horen kregen was, en dat vonden we best wel spannend, dat er ook ter sprake zou worden gebracht, 1, dat priesters misschien zouden mogen trouwen, omdat de nood aan priesters in het Amazonegebied ontzettend groot is en gelovigen zeer verspreid in dat immense Amazonegebied, dus niet wekelijks of zelfs maandelijks de Eucharistie konden vieren, want daar heb je een priester voor nodig. En het tweede was ook of vrouwen toch niet meer verantwoordelijkheid gegeven kon worden in de katholieke kerk. Concrete aanleiding was, zo zeggen bepaalde mensen in Rome, ook de vriendschap van de paus met een Oostenrijkse bisschop die prelaat was geweest van een persoonlijke prelatuur in het Amazonegebied, Kreutler, een kloeke Oostenrijker die eigenlijk zijn mening niet onder stoelen of banken steekt, ook niet in Rome. En die zei, ja, ik ben toch zo langzamerhand wel echt voor de wijding van gehuwde mannen die gepokt en gemazeld in de theologie tot priester gewijd kunnen worden, omdat ik geen kant uit kan. En hij zei ook, ik sluit, en er zijn veel collega's, zei hij van mij, in het Amazonegebied, bisschoppen, die dat die mening ook toegedaan zijn. En de paus heeft hem gehoord. En mede op grond van de sterke aanbeveling van bisschop Kreutler, dat is nou met emeritaat, is toen de Amazonesynode begonnen. Gedelegeerden van de bisschoppenconferenties uit het Amazonegebied, experts uit Rome en experts uit de wereld, die zijn bijeengekomen, hebben 3 weken vergaderd over een aantal thema's. En wat was nou de grote teleurstelling na 3 weken vergaderen in Rome? Een heleboel bisschoppen, ook een Belgische bisschop die daar de bisschop in het Amazonegebied is, Philip Dickmans, die zei, ja, wij zouden toch een status aparte moeten krijgen, zoals de Anglikanen die katholiek worden ook gehuwd mogen blijven als ze priester zijn. Zo zouden wij toch ook een aparte status moeten krijgen met gehuwde priesters. Het mocht niet baten. In het slotdocument Guerida Amazonia, het document wat de paus altijd voorbehouden is om aan het eind van een synode te schrijven, stond er helemaal niets over de wijding tot diaken van vrouwen en ook niet over de opheffing van het celibaat voor priesters die in het Amazonegebied willen werken. Curiebisschoppen waren blij. Gerhard Ludwig Müller, een belangrijke kardinaal in Rome, was prefect van de Congregatie van Geloofsleer. Die zei, nou, dat is een teken van verzoening. Maar bisschoppen in het Amazonegebied en ook een aantal Amerikaanse bisschoppen hadden stevig de smoor in. Vraag is natuurlijk, is het nou zo erg dat een paus in een slotdocument van een synode niet een oud binnenkerkelijk probleem oplost? Mijn antwoord is nee, dat is niet erg. Als het komt, dan komt het wel. Maar het document, Guerida Amazonia, dat is eigenlijk een document van een ander genre, omdat de paus daarin 4 dromen schetst. Dromen die hij heeft over het Amazonegebied
als zodanig en ook over de kerk in het Amazonegebied. En die vier dromen, die zijn veel omvattender dan de binnenkerkelijke problematieken of de problemen met in zaken de priesternood. En ik begrijp de paus dus eigenlijk heel erg goed dat hij in een document waarin hij een droom te berde brengt, nog niet meteen concrete uitspraken doet over de diakenwijding van vrouwen of over de opheffing van de priesterscelibaat verplicht in het Amazonegebied. Daar is zo'n document, je zou haast zeggen, te profetisch voor. En daarbij heeft de paus al wel gezegd, in een vraag van de journalist die dan antwoord gaf, die zaken zijn nog open en ze worden nog onderzocht. En het is ook een feit dat nu al voor een tweede keer een commissie in het leven is geroepen in Rome die gaat onderzoeken of vrouwen toch niet tot diaken kunnen worden gewijd. En dan is de vraag, wat zijn die dromen van de paus die te berde brengt in Querida Amazonia? Allereerst is er de sociale droom. De paus zegt letterlijk, ik droom van een regio, het Amazonegebied, waarin gevochten wordt voor de rechten van de armen, de mensen die er oorspronkelijk wonen en de minste van onze broeders en zusters, zodat hun stemmen kunnen worden gehoord en hun waardigheid kan worden bevorderd. En wat de paus daarmee bedoelt, hij komt dan onmiddellijk in die sociale droom te spreken in het slotdocument over de ecologische kwesties die spelen in het Amazonegebied, veel meer. De gebieden worden daar ontbost. Oerwoud wordt gekapt. Het hout wordt verkocht. De winst van dat hout komt niet ten goede aan de oorspronkelijke bevolkingen. En daarvan zegt de paus, als wij aan een gebied grondstoffen onttrekken, dat is precies hetzelfde als wat hij zegt in Laudato Si, waar wij al in het rijke Westen handel mee gaan drijven en vervolgens op grond daarvan rijker worden, waarbij de mensen van wie die grondstoffen oorspronkelijk zijn, die gedolven zijn uit het gebied of in het gebied waar die mensen bewonen, dan is er een sprake van een dynamiek waarin de rijken steeds rijker, de armen steeds armer worden. Dat is een dynamiek die Paus Johannes Paus II in Sollicitudo Rei Socialis ook al te berde heeft gebracht. En dan bevordert in feite de handel niet het welbevinden en de waardigheid van de inheemse bevolking. En dan is er niet alleen sprake van een ecologisch disaster, zegt hij, een ramp, maar ook van een economische ramp. Dus ecologie, omgaan met grondstoffen en daar winst op maken, en economie gaan dus eigenlijk bij deze paus samen. Dan heeft hij ook een culturele droom en hij zegt letterlijk, ik droom van een Amazonegebied waarin de inheemse bevolking in staat is om de culturele rijkdom die daar heeft geheerst, die daar gestalte heeft gekregen, kan worden bewaard, behoed. Zodat de schoonheid van onze mensheid ook op heel veel verschillende wijzen manifest wordt. En daarmee wil hij dus zeggen dat de inheemse culturen, daar moeten randvoorwaarden voor gecreëerd worden, waardoor die culturen in hun eigenheid kunnen blijven bestaan. Dus de paus die huldigt eigenlijk in zijn tweede droom, de culturele droom, het adagium dat ook in de economie opgang doet. Er moet eenheid zijn, maar wel met inachtneming van de verscheidenheid die wij als individuen en ook als groepen waartoe wij behoren, volkeren waartoe wij behoren, die zal moeten in acht worden genomen, ook omdat daarin wij ons het meest wel bevinden. Als wij allemaal opgaan in een soort monolithisch blok, als cultuur, als land, dan weet je één ding zeker, dan blijft de eigenheid van kleine groepen en van individuen daarin en omgekeerd niet gewaarborgd. En dat vindt de paus dus een verlies voor de schoonheid van het verschijnsel mens. Dat is een tweede droom. De derde droom van de paus is de ecologische droom. En daarin zegt hij, ik droom van een Amazonegebied dat zeer goed in staat zal zijn om de natuurlijke schoonheid te behoeden en het overvloedige natuurlijke leven in de wouden
en op de rivieren. Dus daar, en dat is, dat is heel mooi hoe hij dat doet. Hij formuleert daar geen kritiek. Hij formuleert daar een droom in de vorm van een lofrede, waarin hij zegt, kijk nou toch eens naar, in feite, ja, zoals Jezus dat ook doet in Matthäus 6, kijk nou toch eens naar de vogels in de lucht, de leliën in het veld. Ze maaien niet en zaaien niet, en toch zijn ze mooier dan koning Salomo in al zijn pracht. Dat is de insteek van Spausen derde droom. Kijk naar de schoonheid, behoed die schoonheid, omdat wij, mensen, deel van dat geheel zijn. Het is niet zo dat dat geheel, die natuur, tot onze beschikking staat om te oetie, om te exploiteren. Nee, wij moeten ervan vroeien. We moeten ervan genieten als deel van een geheel, met de verantwoordelijkheid wij, mensen, die we hebben voor het geheel, om die te behoeden en te bewaren, zodat dat ook aan de volgende generaties kan worden doorgegeven. Ecologie en menselijk geluk is voor de paus samen met de economie integraal. Het is een, ja, je kunt het een niet los van het ander zien. En dan komt de paus tot slot met zijn vierde droom, een kerkelijke droom. En daarin schrijft hij, ik droom van christelijke gemeenschappen die in staat zijn om zich op een hele edelmoedige manier te verbinden met de inheemse volken in het Amazonegebied. Om zo vanuit die verbondenheid en met inachtneming van, ja, de zaken die er spelen in het Amazonegebied, het christendom werkelijk als een blijdend boodschap en niet als een soort moralistische catalogus te berden te brengen. Hij spreekt in dit verband ook expliciet over inculturatie. Dat is een bepaalde strategie, onderbiedig gezegd, waarmee missionarissen, christenen, gemeenschappen, individuen die katholiek of christelijk zijn, met inachtneming van de eigenheid, met respect, met waardering voor die specifieke bepaalde cultuur, het christendom, het evangelie verklaart en uitlegt in de hoop dat daar gemeenschap uit voortkomt. Maar de vormen waarin dat christendom dan wordt geuit, die zijn ontleend aan die inheemse culturen. Daarin worden die inheemse culturen gerespecteerd. Dat is de droom die de paus te berde brengt als hij spreekt over de kerk in het Amazonegebied. En natuurlijk zegt hij wel iets over het priesterschap in het Amazonegebied. Priesters moeten er zijn om de Eucharistie te vieren. En hoeveel meer mensen kunnen participeren in de Eucharistieviering, hoe beter het is. En natuurlijk, vrij uitvoerig zelfs, spreekt hij over de, ja, onmisbare rol van vrouwen in die basisgemeenschappen, in die wijdverspreide Amazonegebieden. Als het gaat om het constitueren van daadwerkelijk kleine, maar hele vitale christelijke gemeenschappen, parochies. Maar met kerkrechtelijke besluiten komt hij in zijn exhortatie dus niet. En ik zeg, dat is maar goed ook, want hij brengt een droom te berde. Hij geeft niet concrete richtlijnen waar wij toevallig als journalisten in het Westen bepaalde quotes aan kunnen ontlenen. Dus ik ben in dat opzicht eigenlijk blij dat de paus dat niet gedaan heeft. Maar ik ben ook blij dat hij wel heeft gezegd dat alles nog in beweging is. Er is weer een commissie, zoals gezegd, die de openstelling voor vrouwen van het diaconaat gaat bestuderen. Kan dat historisch, kan dat theologisch? En zo zie je dan maar dat hoewel deze synode over het Amazonegebied ten einde is en de exhortatie gepubliceerd, dat alles in die katholieke kerk, het blijft in beweging. Panta rei, zei de oude filosoof Heraclitus ver voordat Christus was geboren. Maar ik weet zeker dat Heraclitus dacht aan de katholieke kerk toen hij deze woorden schreef. Nu we bijna aan het eind zijn gekomen van deze digitale opening van ons academisch jaar van de TST, nog een belangrijke mededeling. Er verschijnt binnenkort een nieuwsbrief van de TST en in die nieuwsbrief leest u allerlei informatie. Bijvoorbeeld over het aantal studenten die dit jaar zijn gekomen. En ik kan er nu al verklappen, dat zijn er minstens zoveel als vorig jaar. En ook ziet u de namen en de foto's van studenten die onze faculteitsraad komen versterken, de onderwijscommissie en ook het faculteitsbestuur, waar we natuurlijk heel erg blij mee zijn.
En natuurlijk onze eigen docenten, collega's, die zich aan u voorstellen. Ook is er een belangrijke informatie te vinden over het afscheid van Marcel Sarrault als onze decaan. Dat vindt plaats op 18 september en het zou heel fijn zijn als we u daar kunnen ontmoeten, natuurlijk binnen alle coronamaatregelen die er zijn. Mocht u willen reageren op deze opening, stuurt u een e-mail naar het TST-bureau of naar mij persoonlijk, dan zorg ik dat het op het goede adres komt. Ik hoop en ik wens dat we allen een heel goed jaar tegemoet gaan. En laten we afspreken dat we elkaar bemoedigen, vasthouden. Dat is zo belangrijk nu we elkaar niet echt fysiek ontmoeten. Dat we elkaar goed in het oog houden dit jaar.